Het Centrum voor Communicatie en Public Relations, CCRP, zal voor de tweede keer het Internationaal Communicatiecongres organiseren. In het kader hiervan heeft de organisatie vanmorgen een persconferentie gehouden op het terras van TBL Cinemas. Volgens Angela van der Kooijen, voorzitter van het CCPR, is dit congres belangrijk omdat communicatie de sleutel is voor elk land. Voorts zei de voorzitter dat het thema voor dit jaar is The Glitter and Glamour of Internal Communication, The Purpose to Communicate. Dus we gaan het veelal hebben over interne communicatie. We gaan verschillende invalshoeken op het gebied van interne communicatie zullen we belichten. Een aantal topics die aan de orde komen, ethical leadership, leiderschap in communicatie. We gaan het ook hebben over communicatie en ethiek. De betrouwbaarheid en de integriteit, hoe belangrijk dat is en hoe dat ervoor zorgt dat je beter kan communiceren. We gaan het ook hebben over hoe word je een senior communicatieprofessional? Wat moet je doen? Wat moet je in je toolbox hebben? Daar hebben we een ervaringsdeskundige uit Suriname voor die dat zal gaan toelichten. We hebben tussen de masterclasses en de seminars door hebben we ook allerlei activiteiten waar mensen echt mee zullen doen. We hebben bijvoorbeeld als ik een van ze moet opnoemen, communication en soccer. Nou, de titel zegt het al, dat is dus voetballen. We gaan over communicatie en voetballen hebben. En dat gaan wij dus ook doen tijdens het communicatiecongres. Hoe dat eruit gaat zien, dat ga ik natuurlijk niet verklappen. Van der Kooijen zei verder dat ethisch leiderschap cruciaal is voor de ontwikkeling van groepen, organisaties, gebieden en naties. De voorzitter vindt ethiek binnen de communicatie daarom heel belangrijk. Dat heeft ook te maken met het hangt samen met je geloofwaardigheid. In principe als je zegt dat je integer bent en je handelt er niet naar, dan gaat men je ook niet geloven. Dus je kunt het heeft ook te maken met voorbeeldgedrag. Wat voor voorbeeldgedrag vertoon je? En hoe zorg je ervoor dat je betrouwbaar bent? En dat ook als, wat heel belangrijk is bij ethiek, is ook als niemand kijkt, hoe je handelingen er dan op dat moment uitzien. Hoe zorg je ervoor dat je goed gedrag vertoont en een goed voorbeeld bent voor jezelf en voor anderen? Dus in die zin, zo belangrijk vind ik communicatie. Communicatie zorgt ervoor dat je eigenlijk zaken kunt bereiken, kunt bewerkstelligen met jezelf. Dus communiceren met jezelf vind ik ook heel erg belangrijk. En met anderen en in organisaties. Als jij niet goed kunt communiceren, zul je ook niet in staat zijn om anderen te motiveren om zaken voor elkaar te krijgen. Angela van der Kooijen, voorzitter van het Centrum voor Communicatie en Public Relations, CCRP. Zij sprak vanmorgen tijdens een persconferentie over het tweede internationale communicatiecongres dat op 24 en 25 mei in TBL Cinemas wordt gehouden.